Nou, wielrijders van weleer. Dat is eigenlijk een zeer pakkende titel. En één die past bij de prestaties van een paar grote Loosduinse wielrijders. Namelijk Piet Moeskos en Mien van Breem. En daarnaast hebben we de lijn doorgetrokken naar 2024, 2023. Met de echte, ik heb hem eigenlijk nog nooit niet echt gezien. Gele trui, Wim-Rex-Demi. Ja, fantastisch, hè? En andere wielerhelden. Nou, wat kunnen we over Piet Moeskos vertellen? Trouwens, als je het woord moeskops opzoekt in de dikke Vandalen, dan schrik je er echt van, want dat betekent dat je iemand zijn kop op moes slaat. Ja. Maar ja, waarom je zo'n achternaam dat kiest, dat weet ik niet. Werd geboren in 1893 en is overleden in 1964. Hij ligt trouwens nog steeds, hij ligt, hè, heet het dan, zo mooi, bij Oud-Eikenduinen. En daar kan je op zijn graf zien. Bij Oud-Eikenduinen liggen een aantal gerespecteerden. Maar, kijk, een jongen die voor zijn vader pakketjes moest wegbrengen op de fiets die hij weer had verdiend met centjes in die tijd, omdat hij bij een verhuizen werkte. Dus hij had zijn eigen fiets en hij ging steeds harder fietsen. En op een gegeven moment had hij de liefde voor de fiets ontdekt. En u heeft zeg maar dingen bijgedragen aan deze tentoonstelling? Dat klopt. Ik zit vanaf 1954 al in de wielersport. Allerlei functies gehad, bestuurlijk en zo. Zelf op de fiets gezeten en wedstrijden gereden. Ja. Een volksjongen en zo werd hij heel lang bekeken. Men keek eigenlijk tegen hem aan van wat is dat voor boeren, hij knijt er. Wielersport had toch een beetje status. Ja. Maar dan op een andere manier. Ondanks zijn geweldige prestaties op de baan. Want hij is eigenlijk onze baanwielrenner. Piet heeft geworsteld. Letterlijk, de eerste paar jaren was hij lid van de worstelclub. Piet heeft geworsteld, maar kwam boven als wielrenner. Hij ging onder andere trainen op de Scheveningse wielerbaan. En hij werd dus baanwielrenner, dat lag hem beter. 1,90 moet je je voorstellen. Dat is zo groot als ik ben, denk ik. 1,93. Juist. Ja, ja. 1,90, 100 kilo, dat klopt ook wel een beetje bij mij. En dan zit je dus op zo'n fietsje. Nou, dat vond ik belachelijk. Maar als je tegenwoordig... Ja, maar als je tegenwoordig naar de baanwielrenners kijkt en dan naar die spiermassa, die dijen van die gasten, dan kan je je wel voorstellen dat het een waanzinnige baanwielrenner is. Die missen we bij jou. Moet zijn. Ja. Sorry. Ja. Nee, dat Henk, dat kan. Ik heb jarenlang gewielrend, maar op een gegeven moment stop je ermee en dan merk je dat wel. Ja, ik ben het wel met je eens. Dankjewel voor het compliment. En mooi om die geschiedenis te horen. En ik zou eigenlijk graag vanuit die geschiedenis naar het heden willen gaan. Want het is gelukt. We gaan opnieuw geschiedenis schrijven. Dat is het mooie van wat er dit jaar gaat gebeuren. En het was echt een heel grote wens van ons om de Tour de France voor vrouwen naar Den Haag te halen. Maar het was misschien nog wel een grotere wens om naar Loosduinen te halen. En wel twee keer. Hij komt binnen in Loosduinen en hij sluit af in Loosduinen op Kijkduin. En die grote wens die had natuurlijk met verschillende dingen te maken. De geschiedenis is er één van. Hij zorgde voor zijn eigen spullen. Dat vond hij erg belangrijk. Hij was ook een mechanicien. En hij verbeterde zijn fietsstokers. Hij trok zich nergens wat van aan en werd geheel op eigen wijze 5 keer wereldkampioen op de baan. Ja. 21, 22, 23, 24, 25 niet, maar 26 wel. En waarom nou niet in 25, want hij verloor de halve finale? Omdat hij ruzie had met de wielerbond. En omdat hij ruzie had en ze waren over iets aan het strijden, kwam hij eigenlijk, nou net op tijd maar te laat, gefrustreerd op de baan. En toen verloor hij de halve finale. Anders had hij dat ook nog gewonnen. Ja, dat gaat goed, hè? Het feit dat Kijkduin natuurlijk jarenlang toch een bouwput is geweest, waar we wel echt even wat last van hebben gehad, met name de ondernemers heel veel last van hebben gehad, daar wilden we heel graag iets aan teruggeven. En dit is iets wat dan een nieuwe start van ons mooie Kijkduin zou moeten zijn. Ja, het is fantastisch om te zien dat we zijn nu een aantal keer op plekken geweest waar de Tour de France, de organisator, dus presenteert dat wat we gaan doen. De laatste keer was ik in Parijs en toen werd daar de hele route van de Tour de France werd daar bekendgemaakt. Nou, eerst de Tour de France voor mannen van Florence naar Nice, dit jaar in Nice, hè, want Parijs is natuurlijk de Olympische Spelen. En daarna de Tour de France vanuit Rotterdam en dan komt vervolgens heel groot Kijkduin, komt dan in die grote zaal in Parijs op het beeld. En dat zijn natuurlijk mooie dingen, want dat was onze grote wens en wij wilden de Tour de France van naar Loosduin halen. Dat is gelukt. Hij reed iedereen uit het wiel. Hij was een fenomeen. En ook een innovator, dat is ook zo. Hij bracht wat sportpsychologie
naar voren. Vond me zo raar. Maar wat deed hij nou? Hij bestudeerde onder andere zijn tegenstanders en kende bijna elke beweging en tactiek die zij toepaste. En hij legde het verband tussen snelheid en gemoedstoestand. Hij is een van de eerste die een beetje de psychologie toepast op de sport. Nou ja, hij ging naar het buitenland, fietste zelfs in de Verenigde Staten en hij genoot van zijn populariteit en zijn geweldige voorkomen. Mensen vonden hem prachtig zo. Engels bongs. Zijn bijnamen waren onder andere de Flying Dutchman, de Bonte Hond en de Lange. En ik denk dat je nog wel wat meer kan verzinnen of tegen kan komen. Hij heeft veel geld verdiend, slim belegd. Heleboel huisjes toen uiteindelijk stopte met fietsen. En zijn carrière kwam tot einde in 1933. Nou, als je meer wil weten, ik kan nog heel veel vertellen wat er dan met hem gebeurt enzovoort. Er is een uitgebreid boek geschreven, dus ga daar alsjeblieft dat boek lezen. Ja, en u bent trotse bezitter van al deze verzameldingen, zeg maar. Ja, vanaf 54 ben ik als verzameler gegaan. En helaas, niemand wil het overnemen. Dus ik heb het maar geschonken aan het museum. Dan hebben we de volgende wielrenner. En dat is eigenlijk een vreemde eend in de buit. Mien van Bren. Wielrennen voor dames was totaal not done en zeker niet in Nederland. Als je wat wilde, dan moest je eigenlijk naar het buitenland, ons buurland, België. En zelfs nog een stukje opschrijven in Frankrijk fietsen. Daar waren heel veel koersen. In de tentoonstelling hangt een prachtig stukje en dat gaat over een bekende wielrenster. En degene die er iets over geschreven heeft in een boek staat voor me. Kan je jezelf voorstellen en iets vertellen over het boek wat je hebt geschreven? Ja, ik ben Mariska Tjulker en ik kom uit Driebergen. Dus ik ben hier verder niet opgegroeid. Maar ik ben op een gegeven moment in 2013, denk ik, ben ik gestuit op het verhaal van Mien van Bree. Dat was een heel sumier stukje op een website. En dat intrigeerde me zodanig dat ik uiteindelijk daar veel meer in ben gedoken. Research heb gedaan, met familie van Mien heb gesproken. Veel in Belgische archieven heb vertoefd voor mijn onderzoek. En uiteindelijk het boek over Mien heb geschreven, over haar leven. En hoe mooi is het om aan te sluiten bij de geschiedenis wat Pierre net heeft beschreven. Dan met name het stuk wat gaat over Mien van Bree. Want hoe anders is de periode waar we nu in zitten wat betreft de positie van vrouwen in de sport. En gelukkig maar. En misschien is Mien wel een van die voorvechters geweest voor die positie van vrouwen. De positie gelijkwaardigheid van vrouwen in de sport. Maar we zijn daar natuurlijk nog lang niet, laten we wel wezen. Als we nu kijken wat een aandacht de Tour de France voor mannen genereert en wat een aandacht de Tour de France voor vrouwen nu nog genereert, maar sinds komend jaar zal dat allemaal anders zijn hopelijk, dan zit daar nog een heel verschil in. De verdienste van mannen is nog een totaal ander niveau dan de verdienste van vrouwen, et cetera. Dus ook met dat oogpunt, vanuit dat oogpunt hebben we gedacht, we willen als Den Haag laten zien dat voor ons sport om veel meer draait dan alleen maar zo'n groot evenement. Maar ook om gelijkwaardigheid man en vrouw, het emancipatoire deel zeg maar, van de sport, ook een plek te geven. En ik vind het heel erg leuk, want we rijden natuurlijk heel vaak langs het Mien van Bree pad bij de Uithof, bij Madestein, zeg maar. En dan denken we, wat is dat ook alweer? Nou, dat verhaal kennen we denk ik zo'n beetje wel, maar nu helemaal. Maar dat je dat een vervolg geeft en dan ook vanuit het idee van Mien, de Loosduinse Mien, hier in Loosduinen, in de moderne tijd, die etappe gaat krijgen, dat is geweldig. Daar kon je dan wat verdienen en soms kreeg ik zelfs in natura uitgekeerd. Het is natuurlijk nooit gek om zo'n kip om die arm mee te nemen. Daar waren veel koersen en kon inderdaad iets verdiend worden. Mien had plezier in het fietsen en meer dan gewoon een rondje rijden. Er waren een aantal vriendinnen die regelmatig meededen aan kleine koersjes. Er waren er een paar in Nederland, maar al gauw stopte men daarmee. Want de algemene gedachte was dat fietsen totaal niet geschikt was voor de vrouw. En de heren, die natuurlijk de baas waren, ook als wetenschappers, bepaalden dat. Want het paste niet bij het lichaam en het paste niet hierbij. Terwijl Mien zei, ja, we zijn toch keurig netjes gekleed, van hier tot daar, niks bijzonders en we doen gewoon wat op die fiets. Ja. Nou ja, Mien ging dus met fietsen door en naar België. Ze kreeg trouwens regelmatig advies van Piet Moeskops en hij hielp haar zelfs met het materiaal. Trouwens, niemand mocht ook maar in de buurt van Mien van Bree haar fiets komen. Want één keer was ze geflikt, dat is een term hè, uit het wielrennen. Hadden haar tegenstanders, die hadden de moertjes van haar voorwiel losgedraaid. Nou, dan weet je wel wat er gebeurt hè. Nou, daarna was het klaar en zorgde ze voor de eigen fiets. En,
Wat ik wel begrepen heb, het is wel een erg bewogen leven wat ze heeft gehad. Ja, absoluut. Ze begon te fietsen in de jaren 30. En toen was in Nederland wielrennen. Wielrennen aan zich was op de weg al niet zo gewoon in Nederland. En een vrouw op een racefiets, dat was absoluut not done. Dus Mien werd hier in Loosduinen en omgeving werd ze in eerste instantie echt uitgejoeld en uitgefloten. Voor het eerst in de geschiedenis zal er een gele trui buiten Frankrijk uitgereikt worden. En wel op Kijkduin. Dat is natuurlijk hartstikke bijzonder, want die hele Tour de France van is gewoon nog nooit buiten Frankrijk geweest. Nou ja, ook weer een reden om te zeggen, ook die sport zit gewoon in de lift, het vrouwengedeelte daarvan. Dus dat is allemaal fantastisch. Later bleef ze vaker bij haar Belgische vriendinnen slapen en ging werken in een café. In België waren dus veel koersen en langzaam werd zij een geziene gast. Nog lang geen winnaar, mede door een bijna onverslaanbare Belgische wereldkampioen. Ze werd soms derde, soms tweede, maar kampioen, dat zat er voorlopig nog niet in. Pas toen die Belgische bedacht dat zij een man wilde worden en niet meer mee mocht doen, kwamen de kansen voor Mien en inderdaad werd zij in 1938 wereldkampioen. Maar in België was de wielerwereld al heel wat verder en daar werden gewoon al dameskoersen georganiseerd. Dus daar is ze naartoe gegaan en daar heeft ze haar wielercarrière uitgebouwd. Ja. Had ze nog meer kampioen, nog vaker kampioen kunnen worden? Vast wel. Maar zoals jullie weten, 1939, begin van de Tweede Wereldoorlog. Haar moeder werd trouwens ook ziek. Mien was de enige meid in het gezin van 5, 4 jongens en een meid. En ja, wat was in die tijd? Hoe ging het dan? Voor je moeder zorgen. Dus na de Tweede Wereldoorlog ging Mien steeds vaker naar Loosduinen terug. Ze had samen met haar vriendin een café. Nou, dat heeft ze opgezegd en kwam in Loosduinen terecht. In de tramstraat. Ik zelf heb de neiging om op de tramstraat te noemen. We hebben nou eenmaal een tramlijn, maar het is de tramstraat. Hè. Ik vind het heel leuk om hier vandaag te zijn, want ja, dit is natuurlijk toch de plek waar we de geschiedenis van Loosduinen beleven en waar we dus nu een nieuw hoofdstuk aan de geschiedenis toevoegen. Het zou fantastisch zijn als er ooit heel later hier weer een groep mensen staat die dan terugkijken op 2024, toen voor het eerst die gele trui buiten Frankrijk werd uitgereikt hier in Loosduinen. Nou ja, dat zijn mooie dingen om ons te realiseren. Dus heel bijzonder dat jullie dit voor ons hebben, voor Loosduinen, ja, bedoel ik dan, voor de stad hebben gedaan. Want als je de geschiedenis goed eert, dan blijft dat ook iets wat we mee kunnen geven aan onze volgende generaties. Dat is heel mooi. Wat voor effect heeft die research op je gehad? Want het zal niet alleen maar mooie dingen zijn geweest. Nee, nou, naarmate ik meer ontdekte over haar leven, vond ik het ook wel verdrietiger worden. Omdat ze eigenlijk haar grote ziel en zaligheid legde ze in het wielrennen. Maar ja, dat was eigenlijk not done. Toen werd het ook nog eens een keer, toen brak de Tweede Wereldoorlog uit. En rond diezelfde tijd werd haar moeder zo ziek dat Mien als enige dochter van het gezin terug naar huis moest om voor haar moeder te zorgen. Ja, dat wilde ze niet. Dus terug naar Loosduinen en haar Belgische leven. Ja, dat was voorbij. Ze heeft de fiets opgehangen aan de wilgen. En langzaam kwijnde zij weg. En wat vindt u ervan dat uw spullen nu getoond worden? Ik vond het zeer leuk dat Riekeld erbij kwam. Dus ik heb het alles gratis geschonken en ik wil niets terug hebben. En mag het gewoon houden in het museum. TV West heeft trouwens een reportage in 2019 over haar gemaakt. En die heette Mien won als wereldkampioen, maar verloor van de fles. Nee, dat zeg ik niet. Hoe triest haar leven ook afliep, je kan het in het boek lezen. En het boek is geschreven door Mariska Tjonker en dat ligt ook hier ergens. Ze had eigenlijk gewoon al een leven in België opgebouwd. Maar ja, wat doe je als meisje in die tijd? En uiteindelijk is ze dus, nou ja, heeft ze eerst, ik geloof uit mijn hoofd, 11 jaar voor haar moeder gezorgd. Daarna heeft ze nog weer voor haar vader gezorgd. Is ze in de verpleging gaan werken daarna. Ze heeft op een gegeven moment nog wel een tijdje samengewoond met een vrouw. Want ze was, ja, ze hield meer, ja, ze was van de vrouwenliefde. Gerrit de Bondkoe. Werd geboren in 1893 en overleed in 1962. En hij was trouwens een goede vriend en een trainingsgenoot van de legendarische Piet Moeskops. En Gerrit Bondkoe die fietste op de baan tandem. En daar heeft hij ook goede prestaties bij geleverd. Maar helaas,
Ik weet niet of je wel eens echte wielrenners op de baan hebt gezien. Nou, je kan een smakker maken, dat deed hij dus ook. En daarna had hij dusdanige verwonding opgelopen dat hij niet meer kon fietsen op dat niveau. Toen is hij maar met behulp van wat wielervrienden een wielerzaak begonnen. Bontekoe, op de Lozijnse weg. 1925 begon hij die fietszaak. Nou, 1923, dat is een heel andere geschiedenis, maar hierboven stopte Loosduinen met haar bestaan, hè? En werd een beetje Haags. Maar oorspronkelijk Loosduinen was de Beeklaan. En als je dan precies die Bontekoezaak hier hebt en daar de Beeklaan, dan ben je toch eigenlijk wel Loosduinse. Dus vandaar dat we Bontekoe maar in de vitrine hebben opgehangen. En als zodanig... Dat was toch ook zielig? Ja. Ja, ja. Nou, dat is de naam dan. Met zijn spullen. En ook dat was natuurlijk een enorm taboe nog in die tijd. Dus ook daarin kon ze niet zichzelf zijn. En uiteindelijk, ja, heeft de drank, de jenever, toch gewonnen van, ja, van het leven eigenlijk. En kwijnde ze in feite een beetje weg in een bovenwoning hier op Loosduinen. En dat, ja, dat vond ik wel... Naarmate ik daar meer over ontdekte, dacht ik wel van, oh jeetje, dat deed me af en toe echt pijn in mijn buik. Dat ik echt dacht, oh wat verdrietig, want die vrouw, ze kon nooit zichzelf zijn. Dan hebben we nog, Bontekoe was in 1928, dat heb ik overgezocht. Trainer van de Olympische wielerploeg, wist ik niet trouwens. En deze spelen werden gehouden in Nederland en de wielerploeg was zeer succesvol. En Daan van Dijk won samen met Bernard Lene. Goud op de tandem. En omdat, daarom hebben we dat maar gedaan, Daan van Dijk een Loosduinse vriendin had, kwam hij regelmatig in Loosduinen. En door zijn prestaties vond men het toch wel eigenlijk wel een Loosduinse peenbuik waard. Vandaar dat we hem dan maar omarmd hebben. Ik zeg we, omdat we ons toch wel Loosduin voelen. Toch. Ja. Vooral in die tijd lijkt me dat een erg... erg zware bagage ook wat je dan meekrijgt. Ja, absoluut. Dat denk ik ook. Ik bedoel, als we nu in deze tijd zien al ja, hoe vrouwen wielrennen ook... Nou ja, ik bedoel, het is een enorme opmars bezig, maar het is nog steeds niet zoals mannen wielrennen. Laat staan een eeuw geleden. Kijk naar de rechter van LHBTI, dan is het hetzelfde verhaal eigenlijk. Ja. En zij had dat allemaal in haar rugzakje. Nou, wie moeten we bedanken? Allereerst, wij hebben commissies bij het museum, allemaal vrijwillig. Commissie 5 zorgt altijd voor de opbouw, afbreken, dat is het makkelijkste, maar de opbouw van de tentoonstelling. Nou, ga die zo meteen bezoeken en bewonderen. Ik denk dat het heel mooi is. Boven hangen ook nog een aantal shirtjes. En als je nog wat over Loosduinen wil weten, van 1811 tot 1923 als zelfstandig dorp, dan vind je dat boven. Maar... We hebben spullen gekregen van Tony Eijk. Kennen we die nog, Tony Eijk? Wie is dat? In de 80's. Muzikant, pianist. Zit in Frankrijk. Hij had willen komen, maar hij heeft wat shirtjes uitgeleend. Nou, dat is zeer bijzonder, want hij zit er waarschijnlijk figuurlijk bovenop. Want dat doet hij eigenlijk liever niet, want hij is wel eens wat kwijtgeraakt. Maar hij heeft wat shirtjes uitgeleend. Die krijgt hij ook echt terug. We hebben contact gehad met de familie Vollering. Dit is echt het shirtje van vorig jaar. Het gouden... Tour de France. Ja, Tour de France van. Ja. Dan hebben wij Leo de Jager. Deze meneer die is lid geweest van een wielervereniging ook. Heeft zelf ook heel veel gereden, maar verzameld ook. Heel veel verzameld, ook over spullen van de Bontekoe. Maar ook, en er ligt in die vitrine, een heleboel medailles. En wat je eigenlijk ziet van mensen die verzamelen over de jaren heen, dat is... vind ik zelf, dat gaat echt aan mijn hart, maar ja, wij hebben de ruimte niet, is dat op een gegeven moment willen ze hun verzameling kwijt, een mooie verzameling. Ja, maar wie wil hem hebben? Nou, het boek over Bontekoe gaat in ieder geval terug naar de kleinzonen van Bontekoe, dat geven wij, mogen het zo lang hier gebruiken. En die medailles, die mogen wij van Leo hebben, zeg maar, en TZT als er weer eens iets langskomt, waarbij we het kunnen gebruiken of laten zien, dan zullen we dat ook doen. Maar hij heeft nog wat spullen, dus als je zegt, ik zou best nog wat... Dan hebben wij, en dat vinden we heel leuk, geweldig samen gewerkt. En we werken nog steeds samen met Letty, is onze kunstenaar. Hoort ook bij Faria, hoort ook bij de kunstkringen, moet allemaal. En zij heeft de vitrines opgeleukt met haar kunst, dat kan je ook zien. Hè? Geweldig, we hebben op 29 juni, doen wij ook iets in de voorloper van Tour de France van...
met wat leuke spelletjes voor de deur van Offerspand. Dus wees welkom 29 juni om 12 uur. Ik heb Sander Dekker uitgenodigd, maar ik weet nog niet of die komt. En dan kan hij meteen. Dat maakt niet uit. Dan kan hij meteen de tentoonstelling zien. En dan moeten wij nog Haagse Schatten bedanken, want die vaandels buiten, nou geweldig hè. En die mogen we nog een tijdje lenen en die kunnen we dus ook bij de opening van ons feestje op 29 juni gebruiken. En eigenlijk moet ik kortom jullie allemaal bedanken voor je aanwezigheid. Dan heb ik nog twee dingen. Eén is een omissie. Zie je, als je bezig bent, vergeet je dat. De familie van Piet Moeschops is ook aanwezig. Peter, Roel, die heeft ook nog wat spulletjes gegeven. Die sprak ik ineens plotseling via. Fantastisch, zo zie je maar hoe dat gaat. Hè? Ze hebben wel familie. Piet Moeschops, die had helemaal geen kinderen. Tenminste, Ida Moeschops kon geen kinderen krijgen. Piet Moeschops woonde in de Jacob Katstraat in Den Haag. En er was ook een leuk huis. En Ida Moeschops wou wat in de huishouding hebben. Dus die had een meisje daar en die woonde verderop. Nou ja, zodoende ben ik dan. Dus, ja, ik wou het maar, niet zeggen, maar het voelt het zelf zegt. Maar toen, dus 1950, begon een beetje een treurige afdeling, want ik zie allemaal leuke dingen van Piet Moeschops. Maar toen begon het treurig. De eerste plaats, Ida Moeschops had een zuster, en daar kwam ook een kindje van. Geen vader, dus die werd gestald bij familie Moeschops. En Ida Moeschops wist dat er dus een zoon was, die iedere keer langskwam. Dus dat was een treurig geval. Nou, mijn moeder, daar liep ik in de weg, veilig. Jonge vrouw, ongehuwd, kind nog. Dus die jongen die groeide hoofdzakelijk op oma, die dan pas een paar huizen verder woonde in de Jacobstraat. En dan hebben we dus ook nog Suzelle. Ja, de aangenomen dochter, tenminste. En op een gegeven moment was Suzelle ook een jaar of 10. En toen kreeg de moeder van Suzelle, de echte moeder, kreeg weer kennis aan een meneer. En die denkt, hé, daar is misschien wat, dat zijn verhalen hoor. Die dacht, er zijn gewoon misschien wat centjes te verdienen. Dus die kwam die dochter terug. Was wel wat te regelen, zeggen de verhalen, maar dat ketste. Dus Suzelle, die ging naar de nonnen. Maar iedereen weet nu wat die te huizen bij de nonnen waren. Maar ik had er toch altijd een verbintenis met, of het grote nood ontmoet heeft. Maar ik was altijd geïnteresseerd hoe het met haar gaat. Ook als er contact was met mijn vader en de verhalen over haar gingen en zo. Maar ja, zo is dus het een treurige einde, want de zoon die is nooit erg erkend. En Suzelle, daar ben je niet gegaan. Ja. En zo... Zo gaat het toch. Ik schud dus toch de hand, ja. Namens een ieder. Ja, top. Ja. Hey, dankjewel. Hè. Ja.